Goeie jong meisje, we zoenen het haast net zezen dat er buien gaan komen, want de zinnen die schienden volop hier joert. En de temperaturen die winnen natuurlijk prima. Het wordt een graad of 21 joert en we hebben het abdomen belangrijk. Prima, simmerwaar. Maar goed, hoe zegt het water uit voor joen en vannacht? Joen en vannacht misschien eerst nog een paar buien, maar later wordt het droog en dan krijgen we meer ruimte voor opklarings. En misschien wat nevel of wat dampwaar. De temperaturen die zakken naar zo'n 12 graden en daarbij zit er net al te volle wind. Die komt uit het westen en het noordwesten. Morgen hek en dag met bewolking en zonneschijn en het zucht eruit dat het droog bloot. De buien binnen voort. De temperatuur die komt correct even wat leger uit. Een graad of 19, 20 bij een matige wind. Komt uit het noordwesten. Misschien in het waardgebied Utrecht toch even vrij krachtig. En voor het Scootjesjeel is dat natuurlijk prima waar. Ex-9 hebben we temperaturen van zo'n 20, misschien 21 graden staan. De zon is er zeker in de maand niet goed bij. Maar ik verwacht je wel in de rin van de middag dat er buien komen. Buien misschien maar tonger. En dat zal dan het waarbeeld van letter in het weekend dus bepalen. En dan het fruitje voor de komende dagen. Dan hebben we menje ek en duisteen, maar een temperatuur om en bij de 20 of 21 graden. Er kunnen een paar buien komen, maar een heel soort buien zullen net wijzen. En zeker hebben we ek de zinnen. En dat waarbeeld, ja, dat hebben we eigenlijk ek op tiersdie en waarsdie. Uit een trog zinnen, uit een trog een buiken en temperaturen van 21 graden. Daarbij hebben we een matige, want vrij krachtige wind. En die komt alle dagen uit het noordwesten. En hoe dat veel uitpakt, daar je morgen bij meer hoor van Piet.